We liggen momenteel op de tweede plaats, dus een heel goede uitgangspositie. Wetend dat ja, Mats die voor ons start, dat is enorm snel, enorm goed materiaal. Dus we zijn eigenlijk blij dat we min of meer kunnen volgen. Allee, ik denk dat we iets van 14, 15 seconden achter liggen op hem. Dus ik vind dat goed voor de eerste boek. De auto zelf op zich voelt wel goed aan. Qua sturen en zo, maar ik heb een probleempje met mijn schakelen. Ik had gevreesd inderdaad voor kinderziektes. De wagen zit in elkaar van dinsdagavond. Dus ik had onpas mijn achterste remmen. Dus ik heb er nog niet mee gereden. Je kunt niet geloven hoe het jeukt om te kunnen meestrijden met die man. Maar de auto is nu nog niet klaar ervoor. Ik dacht dat ik klaar ervoor was, maar als ik nu wil meestrijden, gaat het niet goed komen. Ja, we hebben de eerste ronde gedaan. De eerste twee proeven waren echt heel goed. De derde was geannuleerd voor ons en voor Brecht ook net voor ons. En de vierde had Brecht even pech en toen hem zagen staken hebben we even een tandje eraf gedaan. Dus op zich gaat het heel goed tot nu toe. Supergoed, hè? We zijn heel blij natuurlijk met die tweede positie achter Mats. We zijn ook heel blij dat we sneller zijn geweest dan een heel deel ja, ook goede en lokale ploten die hier altijd rondrijden.
En we blijven eerst in het kampioenschap, hè. Dus dat is wel een super ding. En buiten dat hebben we ook heel goed geamuseerd vandaag. En ik vind dat nog een van de belangrijkste dingen. Ja, het was een moeilijke wedstrijd. Deze morgen was het heel glad en dan zijn we toch wel wat voorzichtig geweest, ook, denk ik. Maar we zijn derde geëindigd uiteindelijk. Voor ons, de concurrentie was heel sterk, was niet te houden. Mats is buiten categorie bij de M-Cup. Ook Brecht Hoornen was snel, maar die heeft wat foutjes gemaakt. Philip Lommers was ook op regelmaat heel snel. Chapeau aan alle concurrenten hiervoor. We zijn derde. Het kampioenschap blijft open, blijft spannend. Ja, we hebben een goede rally gehad, weinig problemen eigenlijk. Weinig meegemaakt, goede tempo. Vanaf proef 1, proef 4 was alleen niet zo goed, maar ja, daarna was het goed. Met Eddy ging super. De laatste rally was een stukje East Belgium en deze meteen terug in het ritme. Ik ben happy. Kijk,